Monique dagje op pad met André junior. Monique Westerberg is zaterdagmiddag op pad geweest met haar zoontje André. De twee bezochten hun favoriete voetbalclub, Feyenoord. Dat is te zien op foto's die Monique deelt op haar Instagram. Monique is geboren in Rotterdam, de officieuze concurrent van Amsterdam. Hoewel vriend en vader lief André Hazes fan is van Ajax, probeert Monique haar zoon supporter te maken van haar favoriet. En dat lijkt al aardig te lukken. Wat is het toch leuk om een zoon te hebben. Vanaf vandaag is het nieuwe auto nu te koop en we waren er als eerste bij. Daarna gingen we nog even boodschappen doen en kwamen we Nick Marsman tegen. Dat maakte de dag voor André nog specialer, schrijft Monique bij onderstaande fotoserie. Veel volgers smelten weg van de schattige plaatjes, maar vinden wel dat kleinere voor Ajax moet juichen. Zie hem toch liever in een Ajax-tenue, maar jullie hebben een lekker ventje. Hazes kan echt niet hé, leuke foto's. Misschien André niet eens met shirtkeuze? Haha, geweldig. Staat hem leuk en de juiste club uit Rotterdam en nu moet ze pa maar een Ajax-tenue scoren voor de kleinere. Kan die een beetje wisselen, reageren enkele volgers. Onlangs had je André junior nog een bijzondere ontmoeting. Hij heeft voor het eerst Vinder, de zoon van tante Rookse Anne Hazes, ontmoet. Monique en Rookse Anne deelden daarvan beelden op hun social media. Deze zijn in de video hieronder terug te zien.